we like to live dangerously. Dus... Oh, hi. Oh, shit, ik keek hem aan. Oh, nee, ja, ik kan niet slapen. Waarom niet? Kijk, deze zombie staat... Auw, auw, wij staan ook in de fik nu. Dit was niet gepland. Hey kijkers van de One Up Public, jullie kijken naar deze gloednieuwe DDG SMP Community Craft aflevering. We zijn hier in ons huisje. Ik en Runar zijn online. Het is nacht, dus ik ga kijken of Runar ook aan het slapen is. Dat ten eerste. Welkom bij deze nieuwe video. Ja, twee van de twee slapers. Kijk eens, Runar ligt ook netjes in zijn bedje. Die zat waarschijnlijk ook te wachten tot Kevin eindelijk eens een keertje naar zijn bed zou gaan. Als het goed is, is het dan zometeen dag. En het is een grote dag, dames en heren. Wij gaan namelijk de dieren verhuizen. En ik zeg... meerdere dieren. We hadden natuurlijk één kip en een paar schapen, maar het zijn er veel meer geworden. Hoe dat komt? Nou ja, voornamelijk door Eva die heel veel aan het spelen is en Jabber denk ik ook, weet ik niet. Kijk, ik zag hier een bordje van Eva met hey hey, ik heb de schapen verplaatst naar onder de rots. Onder de rots, ik dacht waar is dit? Ik heb best wel eventjes moeten zoeken, ik hoorde ze, dus ik zat hier te kijken. Nou, waar zijn ze dan? Onder de rots? Bedoelt ze onder die steen daar? Ja, ik weet het allemaal niet. Ja, ik kon het maar niet vinden. Maar ja, ik hoor ze wel. En toen dacht ik, ah, onder de rots. Kijk eens even. Kippetjes, varkentjes, koeien en schapen in alle kleuren van de regenboog. Dus dat is chill. Maar ik dacht, ja, dit is misschien niet de mooiste plek. En dus heb ik al een heel begin gemaakt aan een soort schuur. Daar ga ik vandaag het dak van afmaken. En dan gaan wij kijken of wij ook al één villager onze kant op kunnen lokken. Want dat lijkt mij ook wel heel erg leuk. Die liepen daar boven. Ik ga kijken of ze daar nog steeds zijn. Dus dat was eigenlijk een beetje mijn plan. Ik zal ook heel even laten zien wat Eva nog meer gedaan heeft. Want het is hier prachtig hoor, dames en heren. Ik had natuurlijk... Oh, jij gaat heel even weg. Als het goed is, is het vernielen, zeg maar, uitgezet. Van die... Oh, wow, dat ging bijna dood. Ik dacht, die kan ik wel hebben. Maar in ieder geval is er niet van alles ontploft. Dus dat is fijn. Eva heeft hier bij het pad prachtige lantaarnpalen gemaakt. Met van die lanterns en kettingen. En een soort wensballonnen. Kijk nou. Oh, is dat niet cute? Deze vijver, deze fontein heb ik zelf gemaakt. Daar wil ik toch even heel trots op zijn. En Eva heeft dus ook al een pad gemaakt naar zichzelf. Naar haar eigen huisje. En wij gaan dus vandaag die schuur een beetje afmaken. Zodat wij deze dieren kunnen verhuizen. Ik zag de tip. Dankjewel daarvoor. Waarom die deur in mijn huis niet van gras werd voor die schapen. Dat was super sneu. Maar het moet dus aangrenzend zijn aan gras. Dus ik heb vanaf hier een strookje gelegd. Dat is al een beetje groen aan het worden. Dus als het goed is hebben we hier uiteindelijk gras. En dan kunnen de dieren hier in hun eigen schuur genieten van een heerlijk zalig leven. Dus voor nu het dak. Dat wil ik natuurlijk een beetje hetzelfde als mijn huisje. Dus dan moet ik eens even kijken. Hier even omhoog. Zullen we dat even doen? Ja, 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 ja. Omhoog, 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 omhoog. En als het goed is, heb ik dan bedacht dat de slabs vanaf hier begonnen. Zo. Dat gaan we gewoon even rondom doen, denk ik. We hebben nog een paar slabs nodig. Dat is jammer. Gaan wij nog heel even naar beneden. Dan doe ik dit wel even weer weghalen, want anders kom ik weer niet omhoog. Doe mij zo. Hoeveel slabs krijgen we daarvoor? 36. Dat is misschien ook wel weer even genoeg. Even kijken hoor. Zo. 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 En zo. Dan heb ik volgens mij daarna gewoon stairs. Kan ik daarbij? Dat is jammer hè. Nu plaats je wat, Kevin. 52 stairs. Nog een paar slabs. Laten we gewoon even kijken hoe ver we komen. Met een dak als deze. Volgens mij had ik bedacht dat de stairs zo kwamen. Dat was volgens mij het idee. Ik doe nu maar gewoon een beetje uit de losse pols hoor. Ik heb wel een beetje daar natuurlijk mijn eigen dak als... hoe zeg je dat? Als voorbeeld. Maar ja, we hebben gewoon ook veel meer hout nodig. 5. Ja, dat wordt hem niet hè. 4, 3, 2, 1, 0. Moeten helaas nog een paar dingen bij... En we hebben ook nog niet genoeg stairs voor een volgend rondje. Dus ja, we moeten gewoon heel even wat extra hout gaan hakken. Is niet erg. Als het goed is, is daar best wel wat oak wood geplaatst. Laten we onszelf niet de dood in laten vallen. Zo. Ik heb hier nog een half stenen axe die nog niet kapot is. Zo. Gaan we hier dan even wat hout hakken. Er is hier nog genoeg oak wood te vinden. Volgens mij hebben Eva en Jabber een goede zet gedaan door hier
allemaal van die oakwoods te gaan planten. Ik ben echt alles aan het weghakken, dus sorry daarvoor jongens, als jullie zitten te kijken. Maar ik ga zeker boompjes terugplaatsen. Dat komt zeker goed. Ik ga dit... Kijk hier, ik heb weer een sapling. Ik ga dit natuurlijk niet laten verspillen. Hè. We gaan natuurlijk wel recyclen. En we krijgen als het goed is genoeg saplings terug. Ik heb 58 oakwood saplings, dus ja... Ik ga die niet allemaal terugplanten. Dat zou een beetje heftig zijn. Maar ik zorg in ieder geval dat er een bosje teruggroeit. Zodat jullie niet met lege handen zitten. Want Jabber, jouw dak is plat, hè? Daar moet echt nog wat aan gebeuren. Al vind ik wel dat uitstekende, vind ik wel slim bedacht, moet ik zeggen, Jabber. Goed bezig. 42 sterren en 60 saplings. Dit moet genoeg zijn, dames en heren. Dit moet genoeg zijn. Ik denk dat dit best een mooie schuur wordt, hoor. Die dieren die gaan blij zijn. Tjonge, jonge, jonge. Ik heb trouwens nog niet echt gezien dat andere mensen mij gevonden hebben. Speel je nou ook op de server en hup jij langs ons dorpje? Laat het dan even weten met een bordje of zo, hè? Net als deze keer Romein. Dat vond ik super leuk. Om te zien dat mensen ons dorpje een beetje gevonden hebben en weten waar het zit. Dan doen wij weer zo. En om te zorgen dat er niet weer allemaal creepers en alles op ons dak spannen, denk ik dat het slim is om weer in de hoeken een soort van... Hier dan? Nee, trouwens, het werkt niet. Dus even kijken. Dat moeten we dan hier op de hoeken doen. Zo. Of ook niet. Ik snap het niet. Zo dan. Ja, doen we het zo. Dat we gewoon weer op de hoeken een paar van die fakkeltjes zetten. Ja. Kijk. Daar nog één. Ja, en wat doen we dan hier, hè? Even kijken. Ik heb het daar gewoon verder omhoog gebouwd. Dus dat moeten we eigenlijk voor de stijl hier ook doen. Moeten we nog meer hout hakken? Tjonge, jonge. Het is ook weer super gevaarlijk, Kevin, dat je dit midden in de nacht gaat doen. Want je ziet zelf ook wel dat de zon ondergaat. Maar ja, we like to live dangerously. Dus... Oh, hi. Oh, shit, ik keek hem aan. Ik heb trouwens ook van die guys verslagen. Die kwamen hier de helling over zo dit dorpje in gewandeld. Die dachten, we gaan het dorpje van Kevin eens even overnemen. Nou, dacht het mooi niet. Oh, nee, ja, ik kan niet slapen. Waarom niet? Welke monsters zitten er in de buurt? Ik hoor ze wel, maar... Ze zitten vast weer achter het huis. Oh, moeten wij weer op jacht? Is dat het? Kom maar op, monsters. Waar zijn jullie? Kom eens even hier. Monsters in de buurt. Nou, heel erg in de buurt. Oh, hier, deze. Deze meneer. Ai, ai, ai. Meneer. Zo, en jij. Ook weg. Zo. Nu kunnen we wel slapen, hè? Please. Snel slapen voordat er weer een zombie bij ons bed staat. Oh, gelukkig. Daar zijn we. Rise and shine. 20 blokjes. Dat is in principe genoeg voor het dak, denk ik. Oh, het is gezellig, hoor, bij de schuur. Kijk, deze zombie staat... Auw, auw! Wij staan ook in de fik nu. Dit was niet gepland. Ah, afkoelen. Kevin, dit is super stom natuurlijk. Want als jij ervoor had gekozen om dit met slabs te doen, dan had je veel minder verspilling. Het veiligste zou natuurlijk zijn dat wij hier rondom gewoon een muur hebben. En dat we, ja, jullie zien het, daar is nog plek voor een huisje. En naast mij is nog plek. En daar bij Eva is nog plek naast haar huis. Dat er gewoon nog wat mensen gezellig bij komen wonen. Maar goed, allereerst maar eens even zorgen dat de dieren veilig kunnen staan. Kunnen wij hiermee op het dak komen? Ik denk het wel. Zo hoog is het nou ook weer niet. Kijk, daar zijn we al. Hier had ik dus normale blokken. Daar heb ik er nou wel genoeg van. En slabs hebben we er ook genoeg van. Zo, 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 zo. Dan was het idee dus om hierbovenop stairs te doen. Daar heb ik er maar 2 voor nodig. Daar heb ik er ook 2 van. Dus dat scheelt. Ai, die moeten we dus eigenlijk hier aan vastmaken. Zie ik nu. Zo. Ja. Oké, dan hakken we deze weg en deze weg. En dan komt hier die andere stairs. Oh, en dan hoeven we hier dus eigenlijk alleen maar zo slabs tussen te doen. En waar kunnen we dan nog een fakkel zetten? Is dat hier? Nee. Hier bovenop doen wij 2 fakkels. Zo. Ik vind dit best wel mooi hoor, dames en heren. Ik denk dat wij echt wel een mooi dakje hebben. Laten wij heel eventjes terug naar beneden gaan. Tuurlijk, Kevin springt er keihard naast. Dit is ook weer typisch iets voor mij. Waarom gebeurt mij dit nog steeds? Oké, even kijken. Dit is natuurlijk een beetje donker. Dus wij gaan ook wat bedenken voor licht hier binnen. Maar
first things first. Gaan wij... Was dit nou hekjes? Ja, oké. Okay. We hebben er niet genoeg. Maar ik wil deze hier zo tussen plaatsen. Ik weet het, bij mijn eigen huis heb ik het uiteindelijk vervangen door glas. Maar bij een schuur, ik weet niet, vind ik dit best wel mooi op de een of andere manier. Een beetje zo'n oudere houten look. Want ik dacht, we kunnen deze blokken wel gebruiken als een soort lampen. In de nether. Of in de nether, in de schuur. Ik doe bij half werk. Ik ben die andere blokken vergeten. Dat is niet zo slim. Kevin, die zit er boven in jouw kist. Volgens mij heb je er 6 of zo. Nou, in totaal 7. Nou, daar kunnen we wel een plafondlampje mee creëren, denk ik zo. Dus laten wij gaan. We nemen dit bordje mee. Dan maken we daar even schuur van. Eva, dankjewel voor het bordje. Jouw bijdrage voor deze schuur. heb ik nog dirtblokken? Ja. Want daar moeten we natuurlijk een beetje het dak mee maken. We hebben wederom niet genoeg slabs om het plafond mee af te maken. Zeer jammer. En kijk eens, dat gras dat komt langzaam maar zeker deze kant op. Dus dat is heel fijn. Het gaat allemaal precies zoals ik gepland heb. Als ik nou slim was geweest, dan had ik die saplings gelijk geplant. Want nu moet ik wachten totdat er van alles gegroeid is natuurlijk. Zo, we planten gewoon even wat saplings terug. Hier 48 slabs, meer dan genoeg zou je zeggen. Dan doen wij hier even 3 omhoog. Dan denk ik dat wij overal wel bij kunnen komen dit keer. Ja, prima. Even kijken, 1, 2, 3, 4, 5. Dan doen wij er hier zo weer eentje. Boom. 1, 2, 3, 4, 5. Hier. Zo. En dan denk ik dat het prima verlicht is hier. Of zouden we er nog eentje in het midden moeten doen? Ik weet het niet. We hebben er nog eentje over, dus we kunnen dat eventueel wel doen. Dat we er bewijzen van... Oh, waar ik nu hier zo die slab plaats. Een laatste doen. Is dat een idee? Zo. Ik vind het helemaal mooi. Het is niet heel mooi, die daar in het midden. Maar ik keur het goed. Dit gaat langzaam groeien. Dat is vandaag nog niet zo ver. Maar ik denk over een tijdje, dan kunnen wij die dieren hier gewoon gaan plaatsen. Daar wil Eva vast ook wel bij helpen om dat een beetje in de gaten te houden. En dan hebben wij hier gewoon die diertjes. Ik denk in strookjes van 3. 1, 2, 3. Dan hier een strookje met hekjes. 1, 2, 3. Hier een strookje met hekjes. 1, 2, 3. En weer een strookje met hekjes. En dan hebben we niet alles gecoverd. Dan hebben we namelijk de 3 hok. We moeten het hier nog een beetje gaan indelen. Maar dat komt helemaal goed. Hier gaan wij alle dieren een beetje houden. In deze veilige schuur. En misschien dat we hier nog een verdieping bovenop kunnen doen. Waar we graan en alles gaan neerzetten. En weet ik het allemaal. Ik denk dat wij hier goed aan gedaan hebben, dames en heren. Wat ik nog heel even ga checken deze aflevering. Voordat wij gaan stoppen. Ik ga heel eventjes mijn spulletjes opruimen. Dat vind ik altijd wel fijn dat ik aan het einde van de aflevering alles een beetje teruggeplaatst heb in de kistjes. Zodat ik de volgende keer weer met een schone lei kan beginnen. We zijn in ieder geval ook weer wat steenarmer. Dus dat is fijn. Want dat zat bommetje vol hier. Dirt. Saplings. Waarom is deze carpet kapot? Oh ja, dat komt omdat ik dat lampje kapot gemaakt heb. Oké, mensen. Ik vind het hier hartstikke mooi. Die zombie die komt hier even gedag zeggen. We moeten nog wat stones op die uitsteeksels plakken. Maar dan is denk ik de schuur wel zo goed als af. Hey meneer, welkom. Wat ik nog wilde doen deze aflevering is even daarboven die berg kijken of daar villagers zitten. Want dan doen we dat de volgende aflevering. Samen met een invite. Ik kan natuurlijk niet slapen nu. Oké, dat is jammer. Gaan wij gewoon op avontuur? Zijn wij sterk genoeg nu om de nacht te overleven? Ik denk het wel. We gaan nog gewoon heel even snel kijken. En dan wil ik de volgende aflevering dus invite weggeven. Of een invite. Of 2 invites. Dat ga ik nog even overleggen hoeveel ik er mag weggeven. Dus laat dat weten in de comments onder deze video. En dan gaan wij eens even kijken of er nog villagers te vinden zijn hier. En dan moeten wij denk ik een soort pad gaan maken. Hier overheen met een brug. Want dan moet natuurlijk met een bootje moet die meegenomen worden. Maar als we hier te ver naar beneden gaan, dan komen we niet meer boven. Dat wordt allemaal tricky. Dat wordt allemaal nog niet zo heel makkelijk.
Deze berg opkomen is ook nog een hele challenge. Ik ga veel te hard. Kevin, je moet gewoon rustig aandoen. Parkouren. Het is gewoon niet voor mij weggelegd, parkouren. Even kijken, want ik denk dat Eva hier die... Oh, hey, een lama. Hi. En een creeper. En een zombie. Heel gezellig. Koeien. Eens even kijken of die villagers hier nog rondlopen. Die liepen hier wel altijd. Oh, een ezeltje. Oh, dit is zo cute. Een ezeltje. Die villagers zie ik hier niet meer. Dus die zijn denk ik gone. Daar beneden lopen wel allemaal zombies en zo. Of zijn die villagers omdat het nacht is weer terug naar die huisjes gegaan? Zal dat het zijn? Ik zie ze in ieder geval niet meer. Geen villagers. Dat wordt lastig. Ja, we kunnen ze altijd nog vanuit dat woestijndorpje halen. Dat is ook niet heel ver weg. Wat ik wel wil is die ezel die hier rondloopt. Want dat kan als een pakezeltje dienen. Dus dat is ook hartstikke chill. Maar daar moeten we een andere keer maar voor terugkomen. Eens even kijken. Doen wij een Geronimo'tje? Nee, dat doen wij niet. Wij doen gewoon veilig. Nou ja, veilig. Kevin, je hebt jezelf half dood laten vallen. Dus heel veilig is het ook niet. Mensen, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie het leuk. We hebben een beetje gebouwd. Het is niet heel spannend om naar te kijken. Maar jullie zien hier wel gewoon even een update van het dorpje. Het is namelijk best wel veranderd. Dat pleintje hier zo met de wensballonnen. De dierenupdate. En gewoon een mooie hele schuur gebouwd. En de volgende aflevering gaan wij dus kijken of wij een villager hier kunnen krijgen. En laat ik jullie weten wie de invite gewonnen heeft. Dus spannende aflevering alsnog, denk ik. Volgende keer. Hopelijk zien jullie daar ook bij. Mensen, als je deze video leuk vond, laat dan even weten door een likeje. Altijd gewaardeerd. En abonneer op de 1UP Hub als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Ciao.